Hallo, welkom bij onze aflevering waarin wij laten zien hoe de gevelplank signatuur met clips bevestigd gaat worden. Bamboe gevelplanken. Het monteren met de clips gaat ontzettend snel. Bamboe kan in verschillende kleuren uiteindelijk afgewerkt worden. Standaard is het verkrijgbaar in deze kleur white oak. We gaan dus laten zien hoe wij de gevelplank gaan monteren. We hebben al een opbouw gedaan. De eerste twee planken zijn al gemonteerd. U kunt de clips al zien. We gebruiken aluminium clips met RVS schroeven. We gaan de Amboe plank signatuur monteren. 14 mm dik, 2,20 meter lang. Onderkant van de plank zit de groef in. Schuiven we over de clip aan de onderkant. De bovenkant komt dan de volgende clip weer in. Kopskanten van de plank haaks afgekort. Zorg dat de kopskanten mooi gelijk liggen. De plank blijft van zichzelf wel mooi in de clip hangen. We bevestigen de plank met een aluminium clip en een RVS schroef. Zorg ervoor bij het bevestigen van de clip dat de schroef de clip naar beneden trekt. Zodat de plank mooi strak zit en dat ook de naad tussen de planken gelijk blijft. Zit de schroef iets te hoog, zul je zien dat de clip iets omhoog getrekt wordt, waardoor de naad ook wat groter gaat worden. Drukken de clip goed aan, goed naar beneden. Schroef naar beneden gericht. Zodat de clip goed de plank naar beneden blijft drukken. De clip is zodanig gemaakt dat er ook een afstand wordt gecreëerd tussen de bamboegevelplank en de achterregel. Waardoor ventilatie ook horizontaal, dus van links naar rechts, achter de plank langs kan. In de praktijk komt het natuurlijk voor dat er niet alleen maar hele planken gemonteerd worden. Je zult ook gaan zagen. Zorg ervoor, als u de plank gezaagd heeft, dat u de kopskanten beschermt met wax. De kopskanten even met de kwast insmeren met de wax. Zorg voor een langere levensduur van de plank. Normaliter één clip. Maar nu komen twee planken samen, hebben we twee clips nodig. Als je één clip gebruikt, in deze situatie, zul je de clip ertussendoor zien. Vandaar twee clips. Kijk je niet tegen de clip zelf aan, maar tegen de achterconstructie. Houd tussen de planken een naad aan van 2 tot 3 mm. Nu kijken we dus tussen de twee clips door. We hebben nu twee kortere delen gemonteerd. De kortere delen komen samen. We hebben de naad aangehouden. Twee clips erboven. En we kunnen dus op deze manier weer doorwerken. De plank is eenvoudig met één persoon te monteren. Omdat de clips al voorbereid zijn, kun je makkelijk de plank erop aandrukken. Goed controleren of die overal goed in de clip zit. De plank blijft hangen, dus je kan in alle rust de volgende clips gaan monteren. Tussentijds even controleren of het geheel waterpas is. Dat ziet er keurig uit. Nu kunnen we door gaan werken. Controleer om de 3-4 planken even met de waterpas of het goed gaat.
U heeft kunnen zien hoe snel en eenvoudig de gevelplank gemonteerd gaat worden. Dus we gaan hem nu even heel snel voor u afmaken. U heeft kunnen zien hoe snel en eenvoudig de plank is gemonteerd. Heeft u vragen? Bel ons, mail ons of kom gezellig even langs. En dan nemen we het project met u door. Bedankt voor het kijken en tot snel.